Goedemorgen allemaal, goedemiddag allemaal, goedendag allemaal. Leuk dat jullie weer kijken. Dit filmpje is eigenlijk een vervolg op de afgelopen social media tag, waarin ik beloofde dat ik een aantal boeken, geïllustreerde boeken uit mijn boekenkast tevoorschijn zou toveren en die met jullie zou bespreken. Nou, dat heb ik gedaan en het zijn er behoorlijk veel geworden. Het zijn ze echt niet allemaal, maar dit zijn wel wat boeken waarvan ik zelf denk van wauw, heel tof. Het zijn zowel graphic novels als kinderprentenboeken en gewone leesboeken. En ik wil jullie deze graag laten zien en vertellen waarom ik ze zo tof vond. Allereerst heb ik voor een boekje gepakt uit een serie waarvan ik eigenlijk wel zeker weet dat iedereen er wel eens van gehoord heeft. En dat is namelijk waanzinnig om te weten. En dit is Die Eeuwige Egyptenaren. Het is de enige die ik heb helaas. Waarom heb ik nou deze? Dat is omdat ik in mijn jeugd echt heel erg fan was van de Egyptische mythologie. Ik bedoel, als er Egypteweek was op Discovery of zoiets, dan keek ik echt fanatiek. Want dat vind ik heel erg interessant. Dus eigenlijk hoop ik me dat ik de komende maanden mezelf even iets meer kan gaan verdiepen weer in die mythologie, maar ook in de kunsten van destijds. Dat vind ik wel erg leuk en ik zou het heel tof vinden om dat mee te kunnen nemen in mijn toekomstige werk als docent. Maar dit boek staat vol met kleine tekeningetjes die zowel de tekst luchtig moeten maken, maar het ook en grappig, als dat ze uitleggen. Dus het maakt het een soort van educatief boekje en ja, het voor kinderen wat makkelijk om doorheen te komen. Maakt het ook gewoon heel erg leuk. Het is, deze serie heeft echt kracht daardoor. Het heeft echt kracht gekregen daardoor. Vind ik echt heel slim gedaan. Dus vandaar dat ik hem ook tevoorschijn heb gepakt. Het zijn niet... Vroeger dacht ik, het zijn niet eens mooie illustraties. Maar nu als illustrator vind ik juist die simpelheid die ze ervan hebben. Maar toch heel duidelijk kunnen uitleggen vind ik heel tof gedaan. Ja, dus dat was één. Als tweede heb ik een boek van Lemniscaat. Deze mevrouw heeft ooit de illustratorenwedstrijd gewonnen. Ik helaas nog nooit. Wie weet ooit. En deze heeft het Gouden Penseel gewonnen in 2010. En dan heb ik het over De Boomhut van Marije Tolman. En geschreven door Ronald Tolman. Dit hele boek gaat over een boomhut. En steeds hebben ze dezelfde ads gebruikt. Maar dan met andere kleuren en andere achtergrond om een verhaal te vertellen. Dus er staat helemaal geen tekst in. Dus het is echt een beeldverhaal. Supermooi. En wat ik zo tof vind, ik ga hem even opzoeken. Sorry hoor. Ja, zo krijg ik die filmpje ook wel leuk. Nou houd ik heel erg van die ambachtelijke grafische technieken. Dat is niet alleen maar tof. Maar wat ik wilde laten zien is deze plaat. En jullie zien nu niet dubbel. Dit zit echt in het boek en dat hoort erbij. En dat vind ik gaaf, want dat is echt iets van de moderne tijd van illustraties. Dat er fouten in de illustraties mogen zitten. En dat het niet erg is. En dit voegt echt wat toe aan het verhaal. Dus dit is, als je ooit een mooi kinderboek wil hebben, dan raad ik je deze aan. Er zijn er nog wel veel meer van de afgelopen jaren die gouden en zilveren penselen hebben gekocht. Die echt super mooi zijn, die ik ook echt wel wil hebben. Wie weet ooit. In mijn vorige filmpje, dat keek ik net heel moeilijk, besprak ik voor illustratieboek de manga Fullmetal Alchemist. En ik had beloofd om het artboek te laten zien. Ik heb er één. Er zijn er meerdere. Ja, dat is van de eerste paar manga's. En waar manga's bekend om staan, is dat zij vaak bij het eerste hoofdstuk een uitgebreide, gedetailleerdere tekening hebben. En natuurlijk kafs die bijzonder mooi zijn. Dus, ik zal eventjes het leuk laten zien. Hier staan dus al die kaften in en wat van die eerste hoofdstukken van de eerste paar delen. Er zijn dus daarom ook meerdere van dit soort boeken. Ik heb er ook een van Chobit. En wil ik hem trouwens ook wel even tevoorschijn pakken. Als ik weet waar die staat. Eerst laat ik even wat zien. Bijvoorbeeld, wat moet ik nou pakken?
deze maar. Nou, deze zijn dan helemaal geschilderd. En ja, je kan hier aan zien dat ze, hoe ze geschilderd zijn voordat ze gebruikt zijn als kaft. En dat vind ik heel tof. En daarbij wordt ook nog door door de schrijfster uitgelegd waarom ze dit gedaan heeft, hoe ze het gedaan heeft en voor welk boek het geschikt is. Daar heb ik net die van Chobits ervoor zijn getoverd. Dat is ook een artboek van. En Chobits is een manga van Clamp. En daar staan ze ook dan in. Er zijn er ook meerdere van, maar ik heb alleen deze tot nu toe. Dan heb ik alweer bijna 6 minuten aan het praten. Het wordt een lang filmpje, leuk gezellig. Een graphic novel, de Druiden, dit is het eerste deel. Het mag duidelijk zijn dat dit alleen al om de titel mijn boek is. Het is een graphic novel, het is echt een stripboek. Ik hou van stripboeken, maar dan moet er wel echt een thema in zitten wat ik heel tof vind. Of wat echt heel mooi getekend is. Dus deze vind ik wel tof getekend. Er zijn er nog wel meer, maar stripboeken zijn relatief duur. Tenminste, de niet echt commerciële stripboeken. Dus vandaar. Ik heb hier tot en met 4 van. Er zijn er tot en met 6 of 7 of zo ondertussen al. Dus ik moet nog even doorsparen. Volgende is ook een stripboek. Hardcover. Mooi. Zijn meteen heel duur, maar deze het waard. Het is helemaal 4 delen, dus dat scheelt. Corrigans heet het. Ook Keltisch georiënteerd. En deze is wel zo bijzonder mooi geschilderd. Het is allemaal geschilderd. Dus de illustrator doet 10 maanden over 1 zo'n boek. Dat is echt... Ik zou er niet eens zin in hebben. Dus ik heb heel veel bewondering voor deze illustrator. En ik heb heel genoten van deze serie. Ik heb deze ook compleet. Echt een aanrader voor als je van Keltische verhalen houdt. We blijven een beetje in de sprookjesfeer en in de fairies en Ierse dinges. Het mogen duidelijk zijn dat ik heel erg hou van Ierse en Keltische verhalen. En dat is Fairies, het artboek van Brian Froud en Ellen Lee. Brian Froud en Ellen Lee zijn beide een van mijn favoriete illustratoren van mij. Echt, Ellen Lee die kan zo goed tekenen. Hij heeft ook heel veel geïllustreerd voor Lord of the Rings. En Brian Froud is gewoon... Ja, zijn elfjes zijn gewoon super. Ik heb ook meerdere boeken van hem, maar ik dacht, laat er maar 1 zien. Ze hebben platen als dit. Dit is dan geïllustreerd door Brian Froud. Nou, super tof toch? Hier heb ik als illustrator best wel veel inspiratie uit gehaald, want ik hou er gewoon heel van. Er zijn zoveel illustratoren die ik echt vet vind, dus dan is het echt super tof. Tijdens mijn stage heb ik ook bij een illustrator die ook heel veel met fairies werkt, heb ik stage mogen lopen en daar een opdracht voor gemaakt. En dat was super tof om hem in ieder geval via mail te horen spreken over mijn werk. Dat was super tof. Nou, de volgende. Dit is van uitgeverij Gottmer en dit was het prentenboek van het jaar 2012. Mama kwijt. Ik heb deze gekocht omdat het over een uiltje ging. En je kreeg dit uiltje er trouwens bij als vingerpopje. Pak hem even. Super lief. Kijk. Oh. Nou, het gaat over een uiltje. En wat ik zo leuk vind aan dit prentenboek is de stijl. Lekker geknipt. Maar ook de manier waarop hij omgegaan is met de vormen. Kijk. Heel tof. Vind ik leuk. Ik moest even hikken. Het volgende boek heb ik gekocht op een Alice in Wonderland tentoonstelling. Ik zag hem en ik was verliefd. Het heet Alice in Wonderland. Het is echt gebaseerd op het gewone verhaal. Open mij staat er ook onder. En het is zo'n doeboek waarbij je allerlei dingetjes kan verplaatsen. En het vertelt eigenlijk het verhaal van Alice. Kijk naar het hoofd. Yay! Oh, hoe doe ik dit nou weer goed? Zo. Ik vind dat soort doeboeken altijd heel erg tof. Ik heb ook nog eentje over magie en dergelijke. Maar deze zag ik. En die illustraties vond ik zo bijzonder. En door die foto... Het zijn een soort van foto's. Het is een beetje gefotoshopt. Een beetje...
Ja, met je collage achter en dat vind ik wel tof. Dus dat is toch gaaf. Maar goed. Het verhaal vertelt ze eigenlijk letterlijk in beelden en met tekst. Maar dan het hele verhaal, maar dan op een iets andere wijze. Waardoor je het wat interactiever maakt. En wat makkelijker te behappen. Het volgende graphic novel is geschreven door Neil Gaiman. Die ook onder andere Stardust, Coraline, Het Kerkhof en weet ik wat allemaal schreef. En geïllustreerd door Dave McKean. Dat is echt een super tof illustrator. Het heet Wolves in the Wall. Het is een kinderboek. En ik vind het heel tof gedaan. Het past heel erg bij allebei de illustratoren. Bijvoorbeeld die. Maar het heeft ook van een beetje Photoshop-achtige collages. Heel tof. En ik vind de sfeer vooral heel gaaf gedaan. En de combinatie tussen tekeningen en foto's vind ik tof. Ja. De volgende is zwaar. Deze heb ik gebruikt voor mijn referaat. Eigenlijk vond ik het gewoon een goed excuus om dit boek te kopen. Namelijk De Sprookjes van de Gebroeders Grimm. Het is een heruitgave uit 2007, geloof ik. Bij Lemniscaat. En het is geïllustreerd door Charlotte Dematon. Een van mijn favoriete Nederlandse schrijfsters. Of illustratoren, sorry, schrijfsters. Praat maar onzin. En zij heeft het hele boek voorzien van tekeningen bij alle sprookjes. Er staan er 200 sprookjes in en echt 450 illustraties of zo. Dus daar ben je echt een godsgruwelijke lange tijd mee bezig geweest. En dat vind ik heel tof. Er zitten allemaal grapjes in. Als je ziet. Maar het is ook gewoon heel mooi. Ja, ik kan zoveel illustraties hieruit gaan halen, wat ik echt super gaaf vind. Maar ik wil jullie niet te lang vervelen met mijn geblader. Dit is echt een boek waar als je dit koopt, dit kan je je leven lang houden en je leven lang voorlezen aan kinderen. En het is ook gewoon mooi om zelf te zien. Ik wil hem nog lezen. Ik heb hem nog niet gelezen eigenlijk. Ik had er gewoon geen tijd voor. Maar ik ben heel blij dat ik hem heb gekocht. Volgende, ene laatste, ik beloof het. 7 minuten na middernacht, geschreven door Patrick Ness. En Shobhan Dowd, die is overleden voordat het boek geschreven kon worden. En Patrick Ness heeft het afgemaakt aan de hand van de aantekeningen. En de illustraties in het boek zijn gemaakt door Jim Kai. Ja, Jim Kai. En dit is een van de mooist vormgegeven boeken die ik heb. En wat bedoel ik daar nou mee? Dit boek staat eigenlijk volledig op zijn illustraties. Ik denk dat het boek minder interessant was geweest als er geen illustraties in stonden. Maar ik vind het echt fantastisch, die oude technieken, maar op een nieuw jasje. En de manier waarop het verbeeldt dat dit Cernunnos is, wat een van de goden uit Keltische mythologie is, vind ik heel toepasselijk, heel sfeervol, heel tof. Dit is echt zo'n boek dat ik echt iedereen aanraad. En ik ben heel erg blij dat ik dit heb. Het is ook allemaal grafische druktechnieken. En dat vind ik... als illustrator ben ik daar een beetje in getraind. Dus dat vind ik heel gaaf. Zeker een aanrader. Van uitgeverij De Geus. Ja. Tot slot. Hij is een beetje stoffig. Want ik heb de Dusk Jacket eraf gehaald. Want die was kapot. Want ik heb hem gekocht op het Boekenstein. Vandaar dit. En dan heb ik het over... De Hobbit. Ik heb de geïllustreerde versie. En waarom heb ik dat? Omdat die geïllustreerd is door Alan Lee. Zoals ik net al zei, dat een illustrator is die veel met Lord of the Rings heeft gewerkt. En hij heeft dan ook deze geïllustreerd. En toen ik dat zag, was echt van, oh mijn god, ik moet hem hebben. Ik heb ook de concept art boeken waarbij Alan Lee en Howard... Of iets? John Howard, kan dat? Waarbij die hebben de Lord of the Rings hebben concept art. Waar zit de tekening in? Dus dit. Dat was voor mij echt een reden om die paar euro meer uit te geven. Het was alsnog maar 10 euro. Dus dat was, heel tof. Spectaculaire illustraties als dit, maar ook zwart-wit tekeningen zitten erin. In ieder geval, ik werd hier helemaal blij van. En
zoals ik al zei, er zat een dustcat jacket overheen. Maar ik vond deze mooier, ook omdat dit, toen de draak hier is getekend, heeft Tolkien zelf ook gedaan. En dat groene vind ik eigenlijk wel passen bij een boek als dit. Dus vandaar. Hij is wel een beetje vies, dat is dan weer jammer. Maar goed, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben om wat geïllustreerde boeken te laten zien. Als jullie het heel tof vinden, wil ik er echt nog wel meer uit de kast trekken. Misschien nog meer onbekendere. Laat dat vooral weten. Ik vond het in ieder geval leuk om jullie wat plaatjes te laten zien. Want plaatjes zijn vaak wel ondergeschikt aan het verhaal zelf natuurlijk. Maar voor mijn gevoel kunnen het wel ontzettend veel toevoegen aan het verhaal. Dus vandaar mijn keuze. Ik hoop dat jullie snel weer kijken, langskomen op mijn blog. En een leuke reactie achterlaten. En laat vooral weten dat je het tof vond. En als je een leuke tip hebt, hoor ik dat natuurlijk ook heel graag. Want ik verzamel graag mooie boeken. Doei!